We zijn op de kop van Voorne-Putten. En specifieker het prachtige natuurgebied Voornesduin van Natuurmonumenten. En we zijn dicht bij het Kwakjeswater. Wat maakt dit gebied nou zo mooi? Het is een heel gevarieerd gebied. Sommige plekken is het hoog en droog en andere plekken weer laag en nat. Maar dat brengt met zich mee dat er heel veel verschillende soorten in dit gebied voorkomen. En dan heb ik het over planten, bomen, planten, maar ook heel veel diersoorten. En waarom moest ik nou per se naar het Kwakjeswater komen? We gaan naar de lepelaars kijken. De lepelaars? Want die hebben hier een broedkolonie. Nou, zullen we eens kijken of de lepelaars thuis geven? Ja, dat kunnen we gaan doen. Ik hoop het wel. Is er ook een mogelijkheid dat ze er niet zitten dan? Dat zou zomaar kunnen. Waar zitten ze? Nou, daar in de verte. Die witte? Die witte, ja. Die witte. Ik moet toegeven, het zijn er niet zoveel. Hoe kan dat? Ja, het merendeel is al vertrokken. Het broedseizoen is eigenlijk al op zijn eind. Dus ze zijn een beetje te laat. Jullie zijn gewoon wel een beetje te laat, ja. Want hoeveel zitten er normaal gesproken dan? Nou, er zitten, als je hier in mei komt, dan is het toch behoorlijk wit van de lepelaars, hoor. Dit is toch fascinerend, hè? Ja, het is een hartstikke mooie beest, hè? En we zijn er ook blij mee, hoor, dat ze hier broeden. En wat vind jij zo mooi aan de lepelaar? Ja, het is toch een boeiende vogel. Het is in het broedkleed hebben ze een prachtige kuif. Opvallend is die gekke snavel. Ja, inderdaad, lepelvormig. Die snavel die is supergevoelig, dus ze kunnen dus ook in het donker op de tast voedsel vinden. En waarom zitten ze nou zo graag hier in het Kwakjeswater? Dat zou kunnen omdat ze hier rust hebben. Ze zitten hier veilig. Hè? En in de wijde omgeving zoeken ze hier voedsel. Dus dat lukt hier blijkbaar goed. In zee vinden ze garnalen. 's Ochtends vroeg zie je ze echt hier in zee voedsel zoeken. Maar een hele belangrijke plek is Delfland. Daar vliegen ze vanaf hier naartoe om voedsel te halen voor hun jongen. En als de jongen wat groter zijn, dan vliegen ze met hun ouders mee. Ze zitten er wel gezellig bij, zeg. Hé. Ja. Wat een luizenleventje hebben ze, hè? Ja, ach. Han, hoe lang denk je dat ze nog blijven zitten hier? Nou, ze zijn al vliegvlug. Ze kunnen vliegen. Dus ik denk dat al... in september zijn ze wel weg. In september zijn ze al weg? Ja, dat denk ik wel. Nou ja, wilt u de lepelaar zien, dan moet u dus opschieten. Dat heeft Han de Boswachter net verteld. Tot dusver ook meteen het einde van het Rijnmond Nieuws. Ga voor meer nieuws naar Rijnmond.nl of kijk in onze gratis app Nu het Weer. Met Ed Alders en daarna onze man op Zuid. En dan gaan Han en ik nog even kijken naar de prachtige lepelaar. Zeker. Ik hoop dat er nog wel een paar bij komen. Ik vind het een beetje karig. Ja, nou ja, goed. Het zullen alleen maar minder worden, vrees ik. Dan moet je volgend jaar in mei komen.